Dit zijn foto's van de metropool Parasol in de Spaanse stad Sevilla. Een ontwerp van een Duitse architect. En de Spanjaarden promoten dit immense bouwwerk graag als de grootste en meest innovatieve houtconstructie ter wereld. Maar dit staaltje grensverleggende vormgeving, dat verder nergens toe dient, roept ook vragen op. Bijvoorbeeld, hoe zullen de archeologen van de toekomst de ruïnes van dit bouwkundig vernuft beoordelen? Als een meesterwerk? Of als een uiting van een beschaving die op het einde loopt en aan decadentie ten onder gaat? Of als een kunstwerk dat de zinloosheid van het bestaan accentueert? Dat zullen we nooit weten. Maar aan de andere kant van Sevilla werd wel tegelijkertijd dezelfde dag gedemonstreerd tegen het tekort aan woningen. Want na dit bouwwerk is het geld op, daar in Sevilla. En het is maar dat u dat weet.